Hey jongens, ik ben weer Dennis, aka Denske. En vandaag hebben jullie episode 32 van Feestje en Vrijdag. In ieder geval, als je gaat beginnen. Gaat beginnen? Ja, oké. Okay. Ik ga beginnen. In ieder geval, het is episode 32 van Feestje en Vrijdag. En vorige week en de week daarvoor heb ik dat niet geüpload. En dat komt omdat ik toen met problemen zat van mijn render settings. Misschien dat jullie er iets van hebben gehoord, want ik heb er toen nog in een video iets over gezegd en ook laten zien. Want heel mijn video's die waren gewoon gecrashed. En dat was op zich wel jammer. Want één Feestje en Vrijdag, niet van vorige week, maar van de week daarvoor, die ik eigenlijk gemaakt had. Die was best goed. Ik had daar volgens mij weet ik veel, 24 gunstreak of zo. Of 25, 26. In ieder geval op weg naar die, nuclear. Alleen, het was dus helaas niet. Maar ja, ik kon het jullie ook niet laten zien, omdat die video crash was. En ik ben erachter gekomen wat het probleem was en wat de fout was. En ik ben benieuwd of we eigenlijk wel een game komen, aangezien die synchronizing game settings houdt. In ieder geval, het probleem dat was dat, ik snap het nog steeds niet, maar ik moest mijn HDMI-kabel een andere HDMI-poort doen. Mensen zeiden van, als jij lang een HDMI-kabel in dezelfde poort hebt zit, dat die poort wijd kan worden of zoiets, waardoor die niet goed kan connecten en weet ik veel wat. Ik heb een andere HDMI-poort gedaan, klaar. That's it. Dus in ieder geval, degene die dat heeft gezegd, en het waren volgens mij een paar meer, in ieder geval allemaal enorm bedankt. Ik hoop dat jullie deze video bekijken, want ik waardeer dat enorm. Ik vind het echt vet dat jullie met me meedenken, mij proberen te helpen. In ieder geval, het lijkt erop dat deze match niet gaat starten. Dus ik zie jullie zo meteen wel in een andere match. Dus tot zo. Nou, ik heb eindelijk een match gevonden en het is op Express. En ik had hiervoor wel een andere match gejoined. En die hadden we gelijk verloren met 98 om 200. Ik had één kill kunnen maken tot de match afgelopen. Dat was 3 tegen 6. We werden gespawnkilled op Hijacked. Dus dat was een heel leuke match. Dus ik denk, ja, fuck dat. Dus gelukkig was gelijk afgelopen. Ik was eigenlijk bang dat ik nou ook gelijk een join in progress zou krijgen. Maar dat is gelukkig niet het geval. Ik speel een keer met de SWAT. En dit is echt de wapen heel veel mensen niet gebruiken. En als mensen hem gebruiken, dan gebruiken ze hem waarschijnlijk zoals ik hem nou heb. En dat is met Select Fire, want de burst versie is niet fijn. En dan vind ik dan misschien dat jij zegt, nou hij is heel fijn. Dat is helemaal top voor jou, maar ik vind hem niet fijn. En dat komt omdat er een beetje een delay in zit. Je kunt niet heel snel achter elkaar blijven schieten, want hij stopt steeds weer, snap je? Dus oh mijn god, nee, weg, 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 nee, nee, nee. Ik heb er extended mags op zitten. Hey, wacht, dan zag ik hem lopen. Even wachten. Hij zag mij ook. Je hebt extended mags, volgens mij quick draw en... Ik zal zo meteen even kijken, dat is makkelijker. Ik kan er wel gaan gokken, maar daar schiet ik toch niks meer op. Nee, dat is niks. Ik zei net bij die spawn, dus ik ga heel eventjes snel zijn. Even kijken wat mijn klas is. Dit is mijn klas, Select Fire, Grip zelfs, geen Quick Draw. Grip en Extended Max. Extended Max heb je wel nodig als je Select Fire hebt, omdat je gewoon enorm weinig ammo hebt. Of in ieder geval, hij heeft een heel hoge fire rate, je schiet er gewoon heel snel doorheen. Dus daarom, oh, hello train. Ik was er nog bijna voor gelopen ook. Ik wist dat hij kwam, maar nog liep ik er bijna voor. Enemies in de trein. Yeah, buddy. Oh, dat was close. Oh, dat was echt close. Ik dacht dat ik hem dood had. Ik stop al met schieten, man. Dat is echt een kwaal voor mij. Ik stop heel vaak al met schieten voordat ik ze dood heb. Daar zit er gewoon eentje. Heb je hem? Hij heeft hem niet. Kom buiten. Hallo, tickets. Tickets. We gaan hem even af. Hoe heet het ook weer? Knippen, toch? Weet ik veel. Treinkaartjes. Oh mijn god. Want die dingen die stempelen ze niet. Maar oké, maar niet. Ander onderwerp. Er zitten heel veel enemies en ik wil overleven. Volgens mij zit er eentje precies aan de andere kant van dit. Nee? Ik zag iemand weglopen, maar ik heb helemaal geen tijd. Ik moet overal kijken. En ik moet Ticket ook al muten. Gelukkig was hij van de enemy. Of van de teammate, denk ik. Anders was ik al dood geweest. Winnen misschien? Waarom hebben ze een counter UV? Waarom? Waarom nu? Dat kan ik nou dus echt niet gebruiken. Ik heb bijna mijn stealth chop. Waarom heb ik een stealth chop? Oh ja, ik wist niet dat ik deze map zou krijgen natuurlijk. Want ik start gewoon een match. Anders had ik echt niet met zoveel choppers gespeeld. Want dat is niet slim. Met choppers spelen als je op deze map speelt. Want deze map, daar heb je helemaal niks aan choppers. Echt, ik zweer het je. En misschien dan alleen nog zo'n assault ding, maar niet die andere. Die laatste die ik heb. Daar heb je helemaal geen zak aan. Nee! Ja, ik heb hem niet gehaald. Maakt niet uit, want je hebt er toch niks aan. Maar waarom komen ze met z'n allen op zee af? Ik kan het zeggen. Sterf nou eens. En zit in mijn rug. Daarom ren ik even snel weg. Ik hoop dat hij me achterna rent. Yeah, buddy! Oké, iemand zit daar eigenlijk als een gek. Ik moet al die mensen muten. Als ze nou gewoon even stil houden, dan hoef ik het allemaal niet te doen. Dat is allemaal veel makkelijker. Bespaart allemaal moeite. Jij ook stil? Jij stil, jij stil, jij stil. Allemaal stil! Goed zo. Ik kan toch niet met mensen praten nou. En wacht, ik doe even dit. Want ik heb alweer even een paar kills gemaakt op rij. Dus dan is het misschien wel handig om ze te zien. Want meestal als ik dood ga, dan kan ik niet gelijk mijn orbital in. Want dan heb ik iets van... Ik wacht eventjes tot ik weer op streak zit. Oh, hij is al dood. Oh, wacht. Ik ben bang dat... Wacht. Ik wist dat hier iemand zit. Ik weet het nog steeds. Ik ben bang dat hij zit te campen, maar... Nou, hij doet helemaal niks. Hij is gewoon slecht.
Slecht en dom. Dat is wel echt een dode combinatie, hè. Slecht zijn en dom zijn. Want je kunt heel slecht zijn, maar toch heel slim zijn. En dan kun je nog goede scores halen. Die van mijn orbital... nee, ik kan zeggen die vertrekt. Maar het zal niet heel lang meer duren, maar ik heb weer bijna mijn volgende. Dus dat is waarom ik altijd wacht met die orbitals. Ik wacht even tot ik zelf weer op streak zit. Zodat ik makkelijk weer mijn volgende orbital kan halen. En ik hoop echt niet dat hij mij nou kan zien als ik daar sta. Hij komt niet terug. Ik denk dat daar, waar mijn teammate naarheen rent, dat daar enemies vandaan kan komen. Wacht, UV'tje is handig. C is van ons, dus als je eigenlijk logisch zou nadenken, zou je zeggen, zij komen naar C toe, want zij willen cappen, maar ze zijn met 3 man. Ik heb ze nou al laten rage quitten. 16-1, lekker begin. Oh ja, ik zou zeggen, schiet die UV uit de lucht, man, niks aan de hand. Er zijn helemaal niet 6 mensen die gewoon zo gierig staan om jou te gaan killen, gewoon echt, als gekken op je afrennen. Oké, ik ben bang dat ik dood ga als ik hier blijf staan. Ik ben eigenlijk bang dat ik overal dood ga. Ik hoop dat er even mensen joinen. Nee, ze lief alleen maar. Ja, hé, maat. Het is 6 tegen 1. Zeg alsjeblieft dat volgende ronde iemand joint. Want de score is wel ideaal. 82 om 80. Dat is het beste wat jij kan krijgen. Want dan duurt de match het langste. Tenzij bijvoorbeeld... Tenzij. In ieder geval een ander iets is bijvoorbeeld dat jij met 180 punten voor staat. Dan is het gelijk afgelopen de volgende ronde. Daarom. Maar ik wacht eventjes. Ik hoop echt dat er mensen joinen. Team met vast dat Nathan mee. GG, zeker goed bezig. Ik hoop dat hij met zijn support speelt, want er zijn wel mensen met UV's hier. Dus ik hoop dat hij dat is. Dat zou wel gunstig zijn voor mij. Want als je daar ook allemaal salt shit heeft, is het niet echt handig. Dan liever er nog steeds meer mensen, zeg maar. In ieder geval, als jullie het zeggen dat mensen joinen, dan kan ik wel gebruiken. Please. Please. Alsjeblieft. Ja, hey, hallo. Ik ben hier gekomen om mensen af te schieten. Ik ben hier gekomen om niks te doen. Oké. Ik heb die dikke fuck hoor. Ik ga er niet op afrennen, want ik ga altijd dood door 1 persoon hier. Er joinen alweer mensen, dat is gunstig. Ik hoop meer dan 1. Mooi, mooi. Er joinen inderdaad mensen. Als ik nou even... Ik moet ze weer gaan muten, hè. Als ik eventjes wat kills kan maken, eentje, dat is eigenlijk al meer dan genoeg. Dan heb ik mijn steltje op en dan ben ik eigenlijk al tevreden voor vandaag. Friendly UV. Niemand is te zien op de UV, dat is nooit een goed teken. Helemaal niemand. Ze zijn er niet gejoined. Nee, ze zijn er niet gejoined. Kijk maar, die zijn doodskopjes achter. Nou, join is pas. Ik denk dat ze bij A spawnen. En volgens mij heb ik gelijk. Nou is dit een beetje gewaar wat ik nou ga doen. Ik ga het toch proberen. Oh, hij zit boven mij. Dat is misschien nog stom wat ik nou ga doen. Oké, hij sprong naar beneden. Oh, jezus. Ze deden niks. Oh man, ze wisten niet wat ze overkwam. Oké, dit is mijn kill. Hoppakee. Dan kun je altijd gewoon doorheen schieten. Dus als je weet dat mensen zijn, gewoon sprayen. Want je kunt er gewoon doorheen jagen. 20 om 1. Die kerel speelt dus met assault. Want ik hoor het choppen. Nee. Ah! For fighting, wat is dit? Ik kom Call of Duty te doen om lekker wat mensen af te schieten. Dan krijgen we dit. Ja, hij heeft allemaal dorks en crap. Ja, enemies for fighting. Die kerel... Oh, wacht. Er joinen weer mensen. Jezus. Ik kan wel beter wachten met mijn orbital, denk ik. Want anders liever sowieso. Ja, ze blijven lieven. Lievers. Zo jammer dit. Best een mooi begin. Oh, wacht, hier zit iemand. Hallo? Ja, ik denk dat hij nou helemaal niet lang erin blijft. Ik schiet hem gelijk als een spam dood. Die zal ik denken, ah, fijn. Maar als hij erin blijft, hebben we in ieder geval geen for fighting. En misschien is dat goed, misschien niet. Want aan de ene kant kun je zeggen van... Het is beter om for fighting te krijgen, kan ik bijvoorbeeld nog een match spelen. Want anders heb je nou dat bijvoorbeeld 3 minuten lang niks zit te doen. Maar heb je ook de kans dat er nog meer mensen te gaan joinen. Dus ik weet nog niet precies wat ik moet gaan doen. Het is nu nog een beetje de zoektocht voor de kills. Ah, die goat. Nee. Oh, juist! Ze joinen. Het wordt gezellig. Het wordt een gezellige band hier. Dan moet ik oppassen wat ze respawnen. Nee, liever. Oh, ze liever niet. Ja, een paar wel, maar weet. Oh shit. Snipers. Ik heb het niet op snipers. Oké. Ik haat jullie! Ah, oh, kut mensen. Mensen met snipers. Kut mensen. Nee, wat doe ik nou? Ik wou mijn choppen doen. Kut. Waarom altijd weer die snipers? Oh, dat doet me denken aan die reclame. Waarom altijd weer die auto erop? Zo slecht. Verschrikkelijk. Nee, ik kan niet zo slecht. Ja, de match is toch volgens mij bijna afgelopen bij 200 of 250. Ik weet het niet eens meer. Maar oké. In ieder geval, die steltchopper die zal niet lang in de lucht blijven. Maar zoals je ziet, die SWAT is best underrated. Het is gewoon een goed wapen. Vooral in een vrij kleine map, omdat het een hoge fire rate heeft. Dus het is eigenlijk qua kracht is het eerder een submachine gun. Want hij is gewoon heel goed voor dichtbij. Omdat hij ook fire rate heeft.
Maar ja, dit is een beetje boring. Als die mensen nou eens eventjes in mijn vizier lopen. Ik bedoel, de hele tijd liggen ze te kutten. Gaan allemaal lieven. Oh god, nee, dan ga ik nog dood. Nee, ik ga weg hier. Weg hier. Ik kan niet snipen. Dat is lang geleden. Juist. Ja. Noobs. Het is dat ik niks gezegd. Volgens mij is het Nederlander. Aan zijn accent te horen. Maar in ieder geval 22-2, ja. Een beetje jammer. Die mensen gaan altijd lief als ik iets heb. En dan ga ik dood. De enige sniper die even zegt. Hey, hallo. Bam. En hij vertrekt weer. Volgens mij vertrok hij in ieder geval weer. Ik weet niet. Maar maakt het ook niet uit. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vonden. Als je het leuk vond, laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Houdoe.